Hallo, het is van Mixed Gamers Day. We hebben een speel vandaag weer Max Payne 3 voor jullie. En we zijn nog steeds bij chapter 1. What the fuck? Ik moet hier cover zoeken of zo. En dan kun je hier zo eroverheen. Ja, dat weet ik toch allemaal wel, want ik heb... Het werkt een beetje net zoals GTA. Alleen dan kun je niet zo springen als deze man. Dus je springt hier zo één keer overheen. Nou, gaan we hier cover. Kijken of er nog meer mensen komen, want dit is echt een best wel moeilijk spelletje op zich. Oké, ik kan volgens mij twee pistolen tegelijk oppakken. Kan dat? Er komt toch dual pistol? Ja, kijk, nice. Ik heb nu dual pistols. Komt er weer zo'n asshole. What the fuck moet ik doen? Ik moet... Het is weer een tutorial. Maar kijk die bullet. Oh, het is net sniper elite, mensen. Het is net sniper elite. Oh, zo in de nippel. Oh ja, dit kun je ook zo. Kun je me helemaal zo lek knallen zo. Yes. Nou, verder kunnen we hier doorheen misschien. Want je kunt ook gouden wapens vinden. En daar heb ik er nog niet heel veel van. Maar dat maakt er niet zo uit, want het spelletje is best wel oud. Kijk, ik kan hier een beter, groter wapen oppakken. Maar dan doen we dat even. Waar is het Chinese restaurant? Ik kan me alleen nog het Chinese restaurant herinneren. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys were. Oké. Mag ik schieten? Mag ik schieten? Almost as much as I. Come on. Oké, ik pak even dit pistool, kan dat? Ja, dat kan. Oké, ik kan dit even zo doen. Oh, hop, 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 hop. Hoppa, boomerang. Het is echt een heel agressief spelletje. Boomerang, bitch. Oké, als ik op dat ding druk, dan gaat er dus een gate open. Nee, dan moet ik erop schieten. Dan moest ik toch op schieten, dat zei hij toch? Of moest ik erop drukken? Oh, ik moest erop drukken, what the fuck. Maar dat boeit niet zoveel, we gaan gewoon verder. Ren voor je zakgeld! Is control nou rennen? Met tap, daar kon ik een medicijntje slikken, dus dan gaat mijn health bar wat naar beneden. Rattling with gunfire. Was I too late? Wie zijn dat? Zijn dat mijn vrienden? Zit er nog iemand om me knallen? Er zit nog iemand hier. Oh shit, shit, shit. Kijk, wat ik nu deed, dat is als ik dus doodga, dan heb ik nog één kans om dan weer levend te raken door die persoon die dan mij doodschoot neer te schieten. Dus ik kan dan niet iemand anders vermoorden, alleen dan die persoon. Dus dat moest ik net doen. En dat ging een beetje fout omdat ik over die auto sprong en op de verkeerde knop drukte, dus de slow motion ging weg. Dus had ik geen kans meer om hem neer te knallen. Oké, dus die is dood. Nou, dan gaan we even kijken of er nog iemand achterin zit. Kom maar. Auw. Klootzak. Oh shit, ik was even afgeleid. Zo even afgeleid, jongens. Maakt niet heel veel uit, maar oké, we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Maar dit is niet de persoon die ik zag, toch? Ik zag dat die ene Marcello zo. Of... Ik snap er niks meer van. Oké, dat is de politie. Die raken corrupt, volgens mij. Dan moet ik ze ook nog neer. Kijk, dit is natuurlijk niet de bedoeling wat ze nu doen. Het spel speelt zich af volgens mij in Brazilië, maar dat weet ik niet zeker. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop.
Different branch of the police. Not UFED, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. Nou, kijk wat er nu gebeurt, want ja. Kom maar, dit stukje niet helemaal meer herinneren. Volgens mij moest ik in de Chinese restaurant een keer gaan vechten, maar dat kan ook zijn dat het hierna was. Ik denk het wel. En ik dacht dat we hem moesten redden, maar hij was dus niet in problemen of zo. Kijk, hij blijft maar drinken en drinken en drinken. Alleen maar alcohol. Pillen bikken en zo. Dat is het leven, jongens, dat is het leven. Het leven van Little Kleine met zijn muziekvideo. Kijk, daar gaat hij knock-out, heb. Dan krijg je ervan als je medicijnen en alcohol drinkt tegelijk. Dan gaat het helemaal fout. Oké, jongens, sorry mensen dat jullie dit aan moesten zien. Dit was een beetje, ja, een beetje random. With that, I guess I was ready for bed. Loop naar die bedje dan. Ik wil gewoon verder spelen, weet je toch. Be ready voor die spelletje. Hij valt meteen in slaap en hij gaat snurken. Oké, nu moeten we volgens mij met het Chinese restaurant. Ja, dit is het Chinese restaurant. Ik weet het 100% zeker. Chapter 2, guys! A couple of days later, it was back to work. Ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along. Presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man! Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max! I owe you my life. Boom. It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny. Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Faba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are. Hier gaat het weer compleet fout. Chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard. Like a whore during Fleechy Week, as my roommate used to say. You like that, Max? That's pretty funny. Jongens, dit is het leven, man. Dit moesten we ook in het echt hebben, man. Zulke feestjes met die helikopter, die weet toch. Met die helikopter naar die feestje, op die dak landen. Ja, hij gooit even iemand op de grond. Leuk, leuk, aardig. Aardig zelfs, hoor. Die man heeft een alcoholprobleem, hij gaat alcohol halen, denk ik. Gaat hij alcohol halen? Nee. Hij volgt gewoon die vrouw met die dikke reet. Hoort erbij toch, hoort erbij.
Kijk, dat is onze DJ, onze face DJ Ruud en zo. Zijn vet goede DJ's, alles. Oh, oh, god, jongens. Dit gaat een beetje ver, dit gaat een beetje te ver, jongens. This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robot. Kijk, kijk, hij gaat weer alcohol drinken. Fucking monkey from a fucking slump. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Oh! Thank God he has left. A minute more of his drivel and I would have to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Okay, nu gaat het mis, denk ik. Ja, dit zijn die vage luiden die horen daar niet binnen te komen. Okay, het gaat nu helemaal fout. Kijk, let op. We moeten weer vechten, jongens. Het is dus een hele bekende familie of zo die veel geld hebben en ze willen hun graag ontvoeren blijkbaar. Dus dat moeten we dus weer doen. Oh shit, hebben we het zo door zijn kop geknald. Maar mensen, voordat we dit verder gaan spelen, vonden jullie deze aflevering leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer tot de volgende keer, want dan speel ik verder. Of ja, dan kijken jullie verder, want tot nu toe heb ik alleen nog maar gekeken en heb ik zelf nog echt één reet gedaan. Maar oké, doei mensen, doe wat je moet doen en tot de volgende keer, want dan speel ik verder.